Beste aanwezigen, stel je voor een groep vrienden, ongeveer de leeftijd die hier in de zaal zit, 13 tot 17 jaar oud. Oud genoeg om oud te zijn, maar te jong om als volwassene gezien te worden. Deze groep vrienden gaat uit, wat vrij normaal is voor de leeftijd. Beetje bijkomen, beetje blowen, niet door vertellen. En na een hele avond gezellig rondhangen, moeten de meeste helaas van onze ouders rond 11 uur s'avonds nog wel echt naar huis. En vlak voordat er wordt weggefietst, hoor je ze nog roepen, heb je maar als je thuis bent. In principe een mooi concept, fijn om te weten dat je vrienden zich om je veiligheid bekommeren, maar en vervelend is het appje ook een geruststellend idee, maar voor mij wekt het veel vragen op. Waarom moet ik eigenlijk actief aan het bellen zijn met een vriend als ik in de tram zit zodat ik niet wordt aangesproken? Waarom moet ik mijn stappen versnellen als ik langs een nokkersteeg loop? Waarom is het tegenwoordig cruciaal dat jongeren moeten weten hoe ze zichzelf niet alleen uit sociaal gevaarlijke, maar ook fysiek gevaarlijke situaties kunnen halen? Waarom moet ik keer op keer door mijn ouders, mijn vrienden het nieuws verteld worden hoe gevaarlijk onze wereld wel niet is? Verhalen over ontvoerden Kinderen, mensen die worden verkocht voor hun lichaam, er zondag op tien uur doodgevonden in de Delftse gracht. Waarom moet iedere avond, gezellige avond uit steeds weer eindigen in een doodsbange fietstocht terug naar huis? Ben ik gewoon paranoïde? En ja, is het dan niet rond het absurd dat angst onze norm is? Toch leven we er allemaal mee de voorzichtigheidscultuur. En dat is echt niet, omdat we allemaal in onze voorzichtigheid zijn doorgeslagen. Dat komt omdat dit soort horrorverhalen de realiteit zijn. Mijn realiteit en die van vele anderen. Onze steden zijn onveilig. Zodanig onveilig dat de helft van de jongeren de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met straatintimidatie. Zodanig onveilig dat ouders hun kinderen naar zelfverdedigingslessen sturen. Niet voor hun plezier, maar uit voorzorg. Zodanig onveilig dat ik niet s'avonds over straat kan fietsen zonder mijn live locatie te moeten delen met iemand. En waarom? Zodat mijn vrienden live kunnen kunnen bijhouden of ik niet ook dood in een gracht ben beland. Als je al die feiten op een rij hebt, zie je dat die doodsangsten helemaal niet zo panisch of aanstellerig zijn, maar gewoon een weerspiegeling van de realiteit. Mijn oorspronkelijke idee was ook om te vertellen hoe heftig deze voorbeelden allemaal zijn en jullie te schokken, maar de werkelijkheid is dat voor velen van jullie deze ervaringen net zo alledaags zijn als met de fiets naar school gaan of je wiskundehuiswerk. Maar helaas zijn wij allemaal tussen de 13 en de 17. Oud genoeg om autonoom te zijn, maar te jong om als volwassenen gezien te worden. Maar ik geloof dat de mensen die wel volwassenen zijn, eens vaker ons mogen horen hierover. Ik kan jullie nu allemaal wel vertellen om voorzichtig te blijven, maar dat weten jullie allemaal al. Dus daarom wil ik dit vragen: heb jullie, als je thuis bent, Dank u wel.